In 2006 kondigde de Poolse developer Nibrus een game aan voor de nieuwe Nintendo-console. Het waren spannende tijden. De Revolution werd gerenamed naar de Nintendo Wii. En Nibrus liet weten dat hun nieuwe game Sadness de nieuwe revolutie ging worden op het gebied van horror survival. De game zou zich afspelen in de Victoriaanse tijd. En het zou een third-person horror survival game worden met invloeden uit de Slavische mythologie. De game zou gebruik gaan maken van de toen nog vernieuwende besturing van de Nintendo Wii. Er zou geen HUD in beeld zijn en alles zou zwart-wit zijn. En toen de reclamecampagne van de Nintendo Wii van start ging, had Nibrus snel genoeg een trailer online gegooid van de game. De trailer bevatte geen in-game footage, maar was meer een gevoel van wat mensen zouden moeten krijgen bij de game. Het liet dingen zien zoals de besturing met de Wiimote en wat videobeelden die voorbeelden van gameplay moesten voorstellen. Developer Frontline zou meehelpen in de ontwikkeling en de distributie. Maar na een check van website IGN bleek dat Frontline helemaal geen interesse had in het concept wat Nibrus had voorgesteld. En daarmee was er geen publisher voor Nibrus en dus ook niet voor Sadness. Hierna volgden al snel de berichten dat Sadness een publisher kwijt was, hoewel er officieel niet echt een publisher was. Maar toch kwam er later hier en daar wat concept art uit, maar echte screenshots werden niet vrijgegeven. Hoewel er lang een discussie was of sommige beelden dan wel of niet in gameshots waren. Toch bleek dat dit gewoon puur concept art was en dat het niets te maken had met de game zelf. En daarna werd het een lange tijd stil. De game zou oorspronkelijk eind 2007 uitkomen, maar in november 2007 liet de ontwikkelaar weten dat de game pas in 2009 af zou zijn. Hierna volgde een lange tijd van kleine updates en nietszeggende berichten. December 2007. Nibrus stuurde een kerstkaart naar verschillende websites en het is een hint om te laten zien dat iemand nog iets doet aan de Sadness game. Op de kaart is een grijs iets te zien wat een kerstbal vasthoudt. En het zou een hint moeten zijn dat de game nog min of meer in ontwikkeling was. Maar ook daarna werd het stil. Begin 2008 begonnen mensen ongeduldig te worden. En een van de lezers van de website Go Nintendo heeft contact opgenomen met Nintendo zelf. En gewoon gevraagd wat de status was van Sadness voor de Nintendo Wii. Nintendo reageerde dat Sadness momenteel nog niet officieel is aangekondigd voor de Nintendo Wii. En daarom zouden ze weinig kunnen zeggen. April 2008. Nibrus heeft de eerste screenshot van de game vrijgegeven. En niet naar de pers of naar een grote website, maar naar een of andere random dude die begon te klagen over de status en later een post heeft gemaakt van de screenshot. Nibrus heeft later gevraagd om de screenshot te verwijderen, met als belofte dat een maand later een trailer en meer screenshots van de game zouden volgen. Natuurlijk was dit een belofte waar niemand meer vertrouwen in had. De game was al zo'n 2 jaar in ontwikkeling en er was nog steeds niet echt veel bekend. Begin juni kwam er daadwerkelijk een screenshot, maar een trailer was nergens te bekennen. Wederom was dit een screenshot waar mensen niet echt heel veel mee konden. In feite was er weinig aan veranderd. Alleen was dit ook weer een beetje een hint dat er alsnog werd gewerkt aan de game. Als dit screenshot echt was, dan konden we in ieder geval zeggen dat er progressie was. Maar wederom bleef het lange tijd stil. Mei 2009. Nibrus laat weten dat een update van de game getoond zal worden op de E3 in 2009. Websites worden opeens wakker over de game en mensen zijn erg benieuwd wat ze gaan laten zien. Maar de E3 begon en ging weer voorbij. En nergens was ook maar iets te vinden van Sadness of ontwikkelaar Nibrus. Eind mei 2009. Componist Arkadiusz Rajkowski, die aan de soundtrack van de game heeft gewerkt, heeft laten weten dat Sadness is gecanceld en dat hij de music tracks voor de game vrijgeeft. Langzaam wordt het hele verhaal naar buiten gebracht en Sadness is voorgoed verdwenen uit de media. Wat ging er precies mis? En waarom trok Frontline zich terug als uitgever en wilde ze niet eens helpen met de ontwikkeling? De waarheid is misschien nog erger dan je zou verwachten. Er was nogal onverschilligheid in de development over welke kant de game op zou moeten gaan, wat het exacte concept zou moeten zijn en wat de game nu precies zou moeten gaan worden. Het verhaal en het concept was wel zo goed als klaar, maar het was nog veel touwtrekken binnen het team. Maar in al die 4 jaar tijd heeft Nibrus 1 3D-model gemaakt en deze is getest in de Game Bryo Engine.
Het 3D-model was een Minecraft-trolley die was te zien in de laatste screenshot van de game. De rest, het personage en de omgeving, is er omheen gefaked. Na 4 jaar ontwikkeltijd hebben ze 1 concept en 1 3D-model gemaakt. En uitgever Frontline vond het concept zo onduidelijk en vaag dat ze er niets mee konden. Er zijn later nog wel geruchten gekomen dat kleine ontwikkelaars zoals Blooper Games de rechten wilden kopen en daarmee de game wilden uitbrengen in 2016. Maar ook zij hebben laten weten dat ze de rechten niet te pakken konden krijgen. Waar de rechten momenteel liggen is niet echt duidelijk. En het is ook maar de vraag of het concept daadwerkelijk compleet is. En vooral of het wel goed genoeg is voor een product. Gezien de game eigenlijk nooit echt in ontwikkeling is geweest voor al die tijd. Of er iemand ooit de rechten zal krijgen is een kwestie van afwachten. Hetzelfde geldt voor het feit of iemand dit concept interessant genoeg gaat vinden. Maar zolang niemand een nieuwe poging waagt of het hele idee niet ziet zitten, is sadness voor altijd lost in time.